Feyenoord heeft tot nu toe een topseizoen achter de rug. En als zij aankomende zondag weten te winnen van Go Ahead Eagles, worden zij dan ook kampioen van de Eredivisie. Nico Dekker is trotse Dordtenaar, maar ook een fanatieke Feyenoord supporter en komt al sinds 1987 in de Kuip. Bij Feyenoord! Afgelopen seizoen was natuurlijk een heel goed seizoen voor Feyenoord. Hoe heb je dat beleefd? Ja, dat is toch wel heel bijzonder geweest. Er zijn 14 spelers weggegaan, 14, 15 spelers. Er worden een heel peloton nieuwe spelers komen. Je verwacht er eigenlijk niet al te veel van. Ik dacht eigenlijk een tussenjaar. Ja, dat het zo goed uitpakt, dat had ik niet verwacht. Wanneer sloeg dat om? Ja, zo rond de winterstop eigenlijk. Toen kwamen we bovenaan. En toen had ik wel het vertrouwen van, dit kan wel eens een mooi jaar gaan worden. Wat is dan de mooiste wedstrijd die je hebt meegemaakt dit seizoen? Ja, dat is toch wel Ajax uit geweest. Ja, toen was het voor mij wel duidelijk, we gaan voor de titel. Toen was het echt klik en klaar. Nou konden ze dit afgelopen weekend natuurlijk kampioen worden. Bij mij in de omgeving merkte ik heel veel mensen die er eigenlijk helemaal niet zo'n trek in hadden. Liever in eigen stadion. Hoe ervaarde jij dat? Ja, had ik ook hoor. Al is het kan wel als moet ik dat zeggen, arrogant overkomen. Van we willen thuis kampioen worden. Ja, wie zegt, ja, het is natuurlijk mooi als je kampioen kan worden waar het dan is. Dat hoor ik ook wel omheen, maar ja, ik had het ook liever gewoon in eigen huis. Met alle trouwe supporters erbij, seizoenkaarthouders. Ja, bij Excelsior, met alle respect, het is natuurlijk een in-de-mini stadion. Er kunnen 4000 man in. Ik was er toevallig wel, maar ja, dan is het toch wel leuk hè, dat alle trouwe supporters erbij kunnen zijn. Zondag is het zover. Dan speelt Feyenoord de kampioenswedstrijd in eigen huis tegen de Eagles. Een mooie dag voor Nico. En hij wil er dus zeker op tijd bij zijn. Ja, ik moet eerst werken tot 12 uur. En dan... Ja, dan gaan we vroeg naar het stadion. Gewoon lekker op tijd te zijn? Ja, ik drink zelf niks. Dus vrienden van mij die gaan allemaal voordrinken. Maar ik wil het helemaal... Ja, ik drink sowieso niet. Maar ik wil het gewoon nuchter beleven. Om het goed... als het binnenkomt. We hebben het nog niet gehad over een uitslag. Zullen we even een kleine voorspelling doen? Oeh, ik doe eigenlijk nooit voorspellingen. Dat is gevaarlijk. Vind ik het een beetje jinxen, ja. Net als met die schaal, hè. Ik zou je vertellen, ik heb toen met Ajax, toen heb ik voor die beker, nee, voor de competitie was dat, ik doe nooit toto, maar heb ik geld gezet op Ajax. En ik ben blij dat ik het geld kwijt ben, met die 3-2. Normaal als ik een voorspelling doe, dan zie ik er altijd naast. Dat gebeurt tegenovergestelde, dus... Daarom zeg ik nooit dat Feyenoord gaat winnen. Dat is een beetje bijgeloof. Dus je gaat nu ook een totetje zetten op Go Ahead? Nee, ik ga geen toto zetten dit keer. Nee. Toch wel zeker van de zaak? Nou, vrij zeker, ja.